Aaron, allereerst gefeliciteerd. Waar komt dit vandaan? Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we heel effectief een keertje waren nu in de eerste helft. En wat uitmonden gelijk in een 3-0 voorsprong. En dat zet je wel in de zetel natuurlijk. En ik denk gewoon eindelijk een keer een goede wedstrijd gespeeld vanaf het begin. We hadden wel in het begin een beetje moeite dat we teruggezakt waren. En dat Utrecht wel een beetje drukte. Maar daarna denk ik wel eerlijk de wedstrijd doodgemaakt, zeker in de tweede helft. Ja, want de kansen die hun kregen in de eerste helft, die waren eigenlijk door jullie fouten tussen aanhalingstekens. Ja, ik kan me op dit moment niet de hele grote kans van hun herinneren. Misschien in de counter een paar, maar en zeker nadat we op voorsprong zijn gekomen, hebben ze eigenlijk weinig gecreëerd. En in de tweede helft hebben wij nog het meeste gecreëerd. Dus het lopen we terecht uit, denk ik, naar 4-5-0. Maar dat is wel een keer heerlijk voetballen zo, ja. Ik heb het bijgehouden, 7 kansen, 3 mogelijkheden. Waarvan de eerste helft 3 kansen, 3 goals. Ja. Dodelijk effectief. Ja, dat hoor ik net al. Ik zeg, dat was misschien een beetje manco de voorgaande wedstrijd. Kansen krijgen, niet benutten. En dan krijgen we hem tegen en dan zakt het helemaal in. En nu loop je zomaar uit naar 3-0. Ja, dat is al wel heerlijk de rust in gaan, ja. Even naar de goals, met name dan die tweede die jij scoort. Dat deed me een beetje denken aan de FIFA-goal tegen Feyenoord. Qua combinatie dan tenminste. Alleen jij scoorde nu niet met links, maar met rechts. Ja, nou ja, ik wil hem niet helemaal zo vergelijken. Maar volgens mij Nasser die bal meegeeft en dat past er precies door de benen. En Sher die hem wel of niet bewust kaatste. Nou, onbewust denk ik hoor. Ja, nou, Sher kennende zou hij zeggen dat hij bewust kaatste. Dus en... Een keertje met rechts is wel lekker. Mocht ook wel weer een keertje scoren, dus is wel lekker. Maar goed, daarna scoor je ook nog een keer in de eerste helft. Dan ga je met 3-0 stand de kleedkamer in. Wat zegt Groenendijk dan? Nou ja, vooral wij als speler, natuurlijk heeft trainer wat tactische dingen gezegd. Maar wij waren ons wel van bewust. Oké, we staan eigenlijk gewoon 0-0. We zijn er nog lang niet. En dat heb je denk ik wel gezien hoe we de tweede helft spelen. We hielden het compact en voor ons hadden wij het ook gevoel dat Utrecht het ook wel geloofde eigenlijk in de tweede helft. En dat ze eigenlijk weinig creëerden meer. Dus dat was heerlijk voetballen voor ons. Ik had aan Utrecht verwacht dat heel fanatiek de kleedkamer uit zou komen. Met natuurlijk Van der Marel en met name dan Kramer erin. Maar dat was verre van het geval. Ja, je zou zeggen dat ze wat opportunistischer zouden gaan spelen. Maar dat viel eigenlijk best wel tegen inderdaad. Dus ze bleven een beetje in brei en wat dat betreft stonden wij goed. Dus ik denk dat wij dat gewoon goed hebben gedaan. Ja. Hoe belangrijk zijn deze 3 punten wat dat betreft? Dat valt er toch een last van jullie schouders? Ja, zeker. Ik denk dat de opluchting misschien nog groter is op dit moment dan de blijdschap. Dat is gewoon heel belangrijk voor ons dit. En dat weet iedereen. En ik hoop dat de andere uitslagen een beetje gunstig zijn. En het echte veilig zijn, dat gevoel heb ik nog niet. Maar wel een goed uitgangspunt inderdaad. Ja. Want als het een beetje mee zit, dan heb je van 5 naar 8 punten gezien de tegenstanders die met name de clubs onderin krijgen. Ja, inderdaad. En dat moeten we gaan zien. Het was lekker dat we ook een keer zo'n uitslag neerzetten. En heerlijk gevoel. Na een zware week, dus dat is top. Even terug naar die week. De eerste 2 wedstrijden pak je dan 2 punten. Dan heb je toch een gevoel van, ja, we hebben het met name dan in Sittard laten liggen. Dan is dat lekker dat je dan hier zo afsluit. Ja, inderdaad. Ja. Als je zegt, Vitesse had je dan een heel goed gevoel. Dus dan zijn hele twee hele verschillende punten. Want Vitesse was heel positief. Fortuna was natuurlijk heel matig met... Lang tegen 10 man ook maar een puntje. Dus wat dat betreft is 5 punten achteraf wel oké. En nu, ik zeg nu hoop op de rest. Tot slot, je krijgt nu AZ en PSV. Kan die wedstrijd toch wat tussen aanhalingstekens ontspannender tegemoet treden als normaal gesproken gezien het resultaat van vanavond? Ik snap wat jij bedoelt, maar dat kunnen wij natuurlijk niet zien. Want we hebben de punten nog keihard nodig. Dus, maar ik snap wel enigszins wat je bedoelt. Het geeft wel enigszins lucht natuurlijk. Dat klopt zeker.